Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complete hier op mijn kanaal Ras Gamer. Vandaag ga ik een Team Nemesis pakje spelen met de Mauler Mammoth Epic variant. Wat dit voor wapen is, dit is een wapen, let op, waarbij je in tegenstelling tot de normale Mauler dubbele damage doet. Oftewel, je killt gewoon elke enemy in 2 kogels. Alleen, je schiet langzamer, je zoomt langzamer in. Je beweegt langzamer en alles wat er ook maar op dit wapen zit, gaat langzamer. Maar je killt ze wel in 2 kogels. Daarnaast heb je nog eens extra damage op afstanden. Dus ja, op afstanden kan je ze ook gewoon killen in 2 kogels. Wat ik er vandaag heb opstaan is de reflex tijd voor betere accuracy. De quick draw om sneller in te zoomen. De stok om ingezoomd rond te lopen natuurlijk. De extended max om net even wat meer ammo capaciteit te hebben. Normaal gesproken heb je 40 kogels, maar met extended max heb je 60 kogels. En als perks hebben we ghost aanstaan zodat we niet op de minimap komen. Dexterity om sneller te reloaden, want dat is wel handig natuurlijk bij een light machine gun. En hardline om sneller onze scores te halen. De UAV, de scoretjes en de warden. Als combat rig gebruik ik nog eens een synaptic combat rig met de rewind payload om de tijd even terug te spoelen. En de combat burst trade, wat inhoudt dat als we een enemy killen, we eventjes voor een bepaalde tijd sneller kunnen lopen. Dus we gaan op pakket joinen, team deathmatch met de Mauler Mammoth. Als je het leuk vindt, ram die like knop en tot in een zijn we dan jongens in een team deathmatch potje. Op de map terminal, zo mijn wapen ziet er bruut uit jongen. Kijk mijn wapen hé, Thomas, ja, kijk mijn wapen, kijk. Vet hè, hey. Sowieso niet schaaf. Oké, daar gaan we jongens, op de map terminal. We gaan natuurlijk onze best doen. Ik kan altijd tegen die raket aan, die kut fucking kut raket. Ik loop er altijd tegenaan en dan heb ik weer die voorsprong die je moet hebben eigenlijk. Aan het begin van zo'n potje. Die heb ik dan weer niet, omdat ik daar fucking tegenaan loop. Dus ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar op een of andere manier krijg ik het steeds voor elkaar. Dat is een eerste triple kill, let's go. Goed begin, is halve werk. Oké, eigenlijk niet, maar je ziet het helemaal niet gewoon. Ik ben meteen dood gegaan, dus het is totaal niet halve werk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we dit potje gaan winnen. Maar je ziet het al. 2 kogels is gewoon die enemy mee dood. Dus ik hoef ook echt maar 2 kogels ook te raken. En that's it. Als ze natuurlijk al geraakt zijn, hoef ik maar 1 kogel te raken. Dus dat is nog makkelijker. Maar ja, het is super, super chill wapens om te gebruiken. Super sterk natuurlijk. Ah, die was zo fucking scheef. Alleen de fire rate ligt zo ongelooflijk laag, jongen. En dat is hetgene wat me ook neigt, gewoon die fire rate. Doordat hij zo langzaam schiet. Oh my fucking god, hij kwam wel naar boven. Oh shit. Doordat hij zo langzaam schiet is het ook lastig op het moment dat je niet raakt om nog raak te blijven schieten. Dus ja, je moet er wel heel goed mee blijven opletten, anders ben je gewoon echt kaartenlul. Als je teammate links! Waarom kijk je er niet meer? Nu staan we achter, man. Oké, nu staan we wel weer voor. Ik weet niet voor hoe lang dat gaat duren, maar uit hoor jongens. Ik weet nu ook niet meer, ik weet niet meer waar ze zijn. Nee, hij komt daar naar boven. Kut! Teammate! Je bent langs iemand gelopen, ouwe. Ik wil niet heel veel zeggen. Ik wil niet zeggen dat je schil bent, maar je liep letterlijk tegen iemand aan en dan ben je daarna langs gelopen. Dus kut! Hij zit er nog steeds! Dat is niet helemaal de bedoeling. Als ze beginnen te campen, joh. Het begon zo lekker aan het begin, hè. Dat granaat. Holy shit, ik zat daar te sprayen en ik heb niks geraakt. Oh, ja, tuurlijk. Ik lig hier goed, joh. Ik heb nog 5 kogels. Ik ben hier weg, doei. Ik heb een UAV, dat vind ik goed genoeg. Want ik moet even reloaden namelijk. Ik heb er nog wel extended max op staan, want inderdaad dat ik 60 kogels erin heb zitten. Maar alsnog is dat best wel weinig voor dit wapentje. Holy fucking titer, dat ging goed daar. Doei, ik ben er weg. De ballen jongens, ik ga mijn scoretjes gooien. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar opeens had ik 3 kills daar, oh. Dus mij hoor je niet klagen, dat sowieso. Rennen. Kijk uit hoor hier. Komen ze aan jongens, ik hoor ze. Kijk hoe sterk het wapen is jongen, fucking hell. Hier zie je gewoon hoe fucking sterk dit ding is. 2 kogels en je hebt een kill, hè. 2 kogeltjes. Oh my god, weer 2 triples achter elkaar, gek. Ah, kut, naast me.
Weet je wat, ik gebruik mijn rewind, doei. Oh my god, teammate hebben ze gepakt daar, gek. Zo, lekker gedaan hoor, teammate. Ze zitten er ook gewoon nog steeds daar, joh. Op een of andere manier, ze bleven daar gewoon maar komen, joh. Ik stond al wel lekker, ik heb gewoon nog een warn. Ik heb mijn anderen net ingeroepen, maar ik heb er gewoon nog één nu, joh, in één keer. What the fuck, man. Ze bleven daar serieus maar komen en komen en komen en komen. En dan ga ik er niet weg ook, hè. Zo makkelijk is het. Ja, ze gaan er gewoon weer naartoe, jongen. Oh, yo. Oh, doei. Daar ben ik weg. Doei. Ik gewoon weer scoortjes, man. Fucking hell, dit ding is sterren. Oh my god, weer een triple. What the fuck, jongen. Oh, ik ben dood. Doei. Drie bij de ballen. Yo, later, jongens. Weg hier. Komt er een aan. Oh, hij staat er een achter me. Holy shit, is dit wapen, jongen. Fucking hell, man. Het is echt zo'n leuk wapen te gebruiken. En eigenlijk is hij misschien iets te sterk. Maar, jongen. Je moet wel goed de recoil in bedwang houden. Want dat wapen schiet letterlijk naar links, rechts, boven, beneden. Hij gaat alle kanten op de recoil. Maar hoeveel triple kills hebben we in het potje gehaald? Hoeveel fucking triple kills hebben we in het potje gehaald? Zo, de knetter, man. 5,63 kill death ratio. Lekkere pot gespeeld, 45 kills zelfs. En het potje kaart gewonnen. We hadden nog een warn over, die had ik helaas niet eens kunnen inroepen. Dus ja, heel simpel weg, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Mahler Mammoff, eigenlijk gewoon de variant op de Corgon van natuurlijk Black Ops 3. En heel leuk om te gebruiken. Dus ik hoop, jongens, dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk dus een kaart op like knop. Bedankt allemaal voor het kijken, bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.